Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Laten we beginnen met het positieve nieuws. Dat is namelijk dat het op dit moment 12 december is. Oud en nieuw gaat dus gewoon door naar alle waarschijnlijkheid. Of het laatste jaar zal zijn, dat zal blijken. Maar dat het laatste jaar is van de Thunder Kings is wel zeker. Volgend jaar gaat namelijk al het vuurwerk wat om kan vallen eruit. En dat is niet per se een wetswijziging of zo, maar dat hebben de importeurs of de vuurwerkbranche heeft dat zelf besloten. Terug naar het onderwerp wat nu in de titel staat. De Thunder Kings, voornamelijk van Catan, zijn dus afgekeurd helaas. Ik ga jullie in deze video precies meenemen waarom. En waarom ik het gigantische onzin vind dat dit überhaupt gebeurt. En zo laat in het jaar nog. De Thunder Kings die van Catan zijn afgekeurd zijn de Thunder Kings die ik nu in beeld breng. Dat is dat bulkpack van 40 stuks en bulkpack van 100 stuks. En ik ben heel erg benieuwd wat de komende tijd gaat gebeuren of ook niet de andere Thunder Kings eruit gaan. Ik weet ook precies waarom ze zijn afgekeurd. Dat is ook overal bekend trouwens. Afgelopen vrijdag kreeg ik namelijk al signalen door in mijn DM van mensen die dicht bij de branche staan en de winkels. En ook kinderen van verkopende vuurwerkwinkels. En die gaven al aan van, Mies, luister, de Thunder Kings gaan waarschijnlijk dit jaar niet verkocht kunnen worden. Speciaal van Catan. De vraag is van, blijft het dan enkel bij Catan of niet? De reden waarom namelijk de Thunder Kings van Catan zijn afgekeurd, is namelijk omdat de knal, dus die na die dubbele shot komt, of na de crackling, niet genoeg kleur bevat. Hoe bizar is het? Dat is dus letterlijk de reden waarom ze zijn afgekeurd. Het product is namelijk volledig veilig. Alleen er zit dus niet genoeg kleur in de lucht, waardoor ze het zien als een knal en niet als een sierstuk. Gigantische onzin natuurlijk. En wat ik nog meer onzin vind, is dat het zo laat in het jaar alsnog verboden wordt. Ik bedoel, iedereen heeft ze al besteld en nu moeten alle winkels die al de afgelopen 2-3 jaar niet hebben kunnen verkopen, moeten nu een soort van actie bedenken om toch een vervangend artikel te kunnen regelen of zelfs hun geld terug te geven. Want ik neem jullie nu even mee. Mocht je dus bijvoorbeeld deze Thunder Kings hebben besteld, dan zal er zeker met jou een oplossing gevonden worden door de winkels. Ik raad jullie wel aan, neem even geen contact op met die winkels, want waarschijnlijk gaat iedereen u daarom vragen. Ze zullen vanzelf al met een oplossing naar jou komen. De meeste winkels hebben vandaag al een mail uitgestuurd. Afgelopen vrijdag wist ik het dus al, alleen ik wist dus ook dat vandaag het definitiever uit zou gaan. Dat ze echt zeker wisten dat ze niet mogen. En het erge is nog ook dat de meeste Thunder Kings van deze al in de bunkers lagen. Hè? Dus die moeten straks gewoon ineens vernietigd worden, massaal. Bizar. De eerste die ik zag was namelijk een bericht van Pyroshop Katwijk, oftewel vuurwerkbunker. Die hebben namelijk naar een klant gestuurd. Dat hebben we trouwens in DM gekregen op Instagram. U ontvangt deze mail naar aanleiding van uw aankoop van de Ray Del Trueno Big Pack 100 stuk of Ray Del Trueno 40 stuks. Helaas hebben wij van de leverancier vernomen dat dit product is afgekeurd. Als vervangend artikel leveren wij artikel Thunder Mines 40 stuks uit ter waarde van 17,95. Twee stuks als vervanger van de Big Pack van 100 stuks. Dat is dus wat Pyroshop Katwijk nu als vervangend artikel heeft aangeboden. Zo zijn er nog veel meer winkels die ook een bericht hebben uitgestuurd. Dit is bijvoorbeeld de Intratuin. Die hebben namelijk geen vervangend artikel als oplossing. Die geven aan van, yo, kom bij ons langs op de afhaaldagen en dan kan je je geld terugkrijgen. Ik vind het echt zeer triest. Iedereen was natuurlijk super hyped om die Thunder Kings te kunnen testen. Bizar dat ze dat nu zo laat in het jaar alsnog weten af te keuren. Terwijl er gewoon 3 jaar een verbod is geweest, waardoor ze dat allemaal ook konden doen. Ik vind het echt grote onzin. En het is eigenlijk gewoon een soort van de vuurwerkondernemer pesten. Zo zie ik het helaas. En zo is het gewoon ook. En ik vraag me af wat dus de komende 2 weken gaat gebeuren op het gebied van Cafferata. Want die importeert volgens mij ook voor Catan of andersom. Ik weet het even niet. Dus wat gaat er met die Thunder Kings gebeuren? Want Cafferata heeft natuurlijk ook die dubbele shot Thunder Kings. De beste Thunder King die nu nog te koop is dit jaar zijn die van Catan. Die Catan Scream zal ik nu ook even een foto van in beeld brengen. Dat zijn nu echt de beste, want diegenen die nu zijn afgekeurd, ja, die waren al niet zo heel hard. Dat zag ik ook in de DM's. Of de vorige keer heb ik in de bestelvideo laten zien dat wij ze besteld hebben, want ook wij hebben ze dus besteld. En die knal is eigenlijk vergelijkbaar met een rotje. Het gaat dus niet om de knal. Het gaat ook niet om dat het onveilig is, maar het gaat erom dat er te weinig kleur zat in de lucht bij de knal. Te bizar voor woorden.
Maar goed, wat gaat er de komende 2 weken gebeuren, jongens? Dat is nog maar de vraag. Gaan ze de rest van de Thunder Kings er ook af uithalen of wat dan ook? En daarnaast is het natuurlijk 100% het laatste jaar dat die vervangende Thunder Kings überhaupt verkocht zouden worden. Want volgend jaar gaat dus alle kleinere vuurwerkcakejes en van die kleine shotsbuizen gaan er dus gegarandeerd uit. Ze worden dus maar enkel dit jaar verkocht. En dan krijg je ook nog eens hier nu gezeik mee. Veel winkels hebben natuurlijk al pallets vol met die Thunder Kings in hun bunker staan. En besef dat. En dat moet dus straks allemaal vernietigd worden. Of opgehaald. Of ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Maar dus laat even weten in de reacties, jongens. Want ik ben heel erg benieuwd wat jullie voor bericht van jullie winkel hebben gekregen. Wat voor artikel hebben jullie als vervangend artikel gekregen? Of in ieder geval als oplossing in je mailbox gehad? Ik ben super benieuwd daarnaar. Laat het weten in de comments. En ja man, het is nog de komende tijd even afwachten wat er wel te koop is. En ja, ik vermoed ook gewoon dat er komend jaar gewoon een algeheel vuurwerkverbod wordt afgekondigd. Als je ook even op Google intikt, jongens, onder het knopje nieuws en dan op vuurwerk, dan zie je ook gewoon, en ik neem jullie daar even mee naartoe, hoeveel negatieve berichten er in de media verschijnen. Bijvoorbeeld voormalig agent op vuurwerkverbod. Ik heb zoveel kinderen gezien die ernstig gewond zijn geraakt door vuurwerk. Deze gemeente willen een vuurwerkverbod op naar een vuurwerkvrije stad. Ook gewoon van die panels, weet je, met van die polls van hoort vuurwerk bij Oud en Nieuw, dit vindt het DVHN jongerenpaneel. Nou, ik zeg je heel eerlijk, daar ga ik niet eens naar kijken, want ik weet al wat de uitkomst is. Steeds minder vuurwerkverkooppunten in de provincie. Het enige positieve is dat vuurwerkverkoop door het dak tot 40% meer dan voor corona. En dan verleng ik hem even naar het volgende stuk wat ik vind en wat ik denk. Ik denk namelijk dat dit misschien wel eens de laatste Oud en Nieuw kan zijn waarmee we legaal vuurwerk konden kopen. Want de afgelopen 3 jaar, de afgelopen 2 jaar was er natuurlijk een vuurwerkverbod. En nu gaan ze dus voor de eerste keer weer kunnen zien wat het gaat doen als je vuurwerk mag kopen en verkopen. En omdat het de afgelopen 2 jaar zo stil heeft gelegen voor iedereen, denk ik echt dat het massaal afgestoken en verkocht gaat worden. En dan zal je dat ook zien onder de vandalisme. Dus dat er veel meer vandalisme zal zijn dan normaal, dan die 3 jaar geleden. Omdat mensen dit gewoon als uitlaatklep gaan zien. Ze hebben wat in te halen en vooral de raddraaiers. Want laten we eerlijk zijn, ik krijg ook heel vaak DM's van mensen die zeggen van kan je niet even dit delen of dat delen, zodat jouw volgers gewoon normaal met vuurwerk omgaan. Ik weet bijna zeker dat jullie gewoon normaal omgaan met vuurwerk. De meeste mensen die vuurwerkliefhebbers zijn, die gaan gewoon normaal om met vuurwerk. Het zijn eigenlijk een handjevol mensen die er misbruik van maken. En die mensen zorgen ervoor dat er eventueel een verbod kan gaan komen. Alleen die mensen, dat zijn geen vuurwerkliefhebbers. Weet je? Dus die zullen er altijd zijn. Als vuurwerk verboden gaat worden, dan ga je die hebben op het gebied van alcohol en andere dingen wat ze gaan slopen. Of misschien wel brandjes stichten met Oud en Nieuw. Dus ik denk gewoon dat het heeft geen nut. Er gaat sowieso heel veel negatieve berichtgeving eruit straks in januari. Dat weet ik zeker. Er gaan heel veel berichten uit van zoveel meer procent vandalisme, zoveel procent meer gewonden. Ja, logisch, want het heeft de afgelopen 2 jaar stilgelegen. En mensen gaan nu ineens massaal vuurwerk kopen. Dus de verkoop die is nu al gestegen met 40%. Laat staan dadelijk de mensen die gewond kunnen raken. Of de mensen die er, ja, opgeblazen brievenbussen of wat dan ook. Dat gaat ook allemaal omhoog. En ik ben bang dat ze dat straks gaan misbruiken om er een vuurwerkverbod doorheen te knallen. Dus ik hoop het niet. Maar daarmee wil ik wel even zeggen aan jullie. Geniet dus maximaal van deze Oud en Nieuw. Koop lekker veel vuurwerk. Steek veel af. Want ik denk dat dit wel eens de laatste Oud en Nieuw kan zijn. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen gewoon weer een video. Later.